Mieke van Reenen van Maurik is 61 jaar. Ze woont in Ulrum. Een lijst aan complexe ziektes, waaronder een auto-immuunziekte, maken dat ze elke dag verpleging nodig heeft. Maar die zorg krijgt ze niet. Goedemorgen, kleine. Zo, lichtje maken. Ja, ik heb hier ontbijt, liever. Door de personeelstekorten in de thuiszorg kan er maar 2 keer per week iemand langskomen. De rest van de complexe zorg komt neer op haar man Erik. Ik ben geïndiceerd voor, omdat ik zoveel diagnoses heb, echt voor warme palliatieve zorg. Dat betekent gewoon van, niet dat ik direct ga overlijden, maar het betekent gewoon van, er is geen echte hoop meer dat je beter wordt, zeg maar. Haar dagen brengt ze door in bed, in deze donkere kamer. Door haar ziekte ME kan ze licht slecht verdragen. Vandaar ook de zonnebril. Ook heeft ze last van hevig transpireren. Mijn man die moest bijvoorbeeld vorige week, ja, dat kon gewoon niet anders werken. Ja, hij zit ook, hij is freelancer. Dus ja, niet werken. Dat betekent ook dat hij een contract kan kwijtraken. Dan is het gewoon, probeer ik handen konden met te schuiven om nog een beetje droog te leggen. Mijn man die zet voor de hele dag eten en drinken neer, zeg maar. En ja, ik probeer dan zelf nog bij mijn medicijnen te komen. Maar ja, dat is eigenlijk, ja, het is onmenselijk. Ik lig gewoon echt gewoon in een drijf naar bed. Van Reenen heeft elke denkbare instantie al gebeld. Maar de enige oplossing lijkt mantelzorg. Wildvreemden bieden soms spontaan hulp aan. Maar voor de specialistische verpleegkundige zorg die ze nodig heeft, is dat geen oplossing. Ik moet gedraaid worden. Nou, als jij ontstoken, ik heb nu ontstoken heupen. Nou, ga iemand draaien. Als je daar geen verstand van hebt, dan gil ik het gewoon uit van de pijn. Ik kan best wel ver wegzakken. Dat ik niet meer in de gaten heb of ik genoeg eet of drink. Ja, als daar geen medisch toezicht op is, dan ga je uiteindelijk gaat het natuurlijk helemaal fout lopen. Haar thuiszorgorganisatie verwijt ze niets. Maar als er niet snel hulp komt, vrees ze het ergste. Je ziet ze op de tenen lopen en ze lopen hier met tranen in de ogen bijna weg. Hun vinden dit ook onmenselijk. Het is voor hun ook niet meer leuk werken. Ja, dit is de laatste periode in mijn ziek zijn of zo, als dit zo doorgaat. Dit kan niet zo doorgaan. Daar ben ik niet lang mee. Nee, dit kost maar mijn leven.